We hebben dit allemaal gehoord. Ik ga nu overschakelen naar meneer Venlo. Owen, goeiemorgen. Hoi, goeiemorgen, Iwan. Goeiemorgen, luisteraars. Lekkere zonnige dag, Iwan. Mooi weer. Denk je dat? Luisteraars, ja hoor. Ik zit hier een beetje in de zon. In mijn slaapkamer. Ik heb het nog niet gezien. Ik durf nooit naar buiten te kijken. Dus het is overal nog dicht. Ja. Want de laatste dagen met al dat, met die storm en koude weer enzovoort. Ja, nee, vandaag is zon overgoten. Dat was ook de voorspelling van de weersvoorspellers. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is mooi. Zullen we daarvan genieten? Ja, ik zit in de zon in mijn slaapkamer. Zit ik in de zon. Ja. Owen. Ja, Iwan. We hebben natuurlijk een programma waarbij wij dus de actuele zaken bespreken. We kijken eerst naar Nederland. Ja. En het kabinet natuurlijk enzovoort. Wat is jou het meeste opgevallen deze dagen voor wat betreft de Nederlandse politiek? Nou, natuurlijk, Iwan, natuurlijk is de situatie in de Oekraïne en Rusland natuurlijk hot item voor bijna iedereen in de hele wereld en dus ook in Nederland. En wat mij opgevallen is, waar ik heel blij mee was, dat is dat de reactie van het Westen op de verovering van delen van Oekraïne, de reactie van het Westen eindelijk een beetje solidair eenstemmig is. De Europese Unie heeft scherp gereageerd met sancties die er komen. Verenigde Staten scherp gereageerd met sancties die er komen. Het Verenigd Koninkrijk vanuit Londen gereageerd met sancties die er komen. Ik denk, Iwan, dat president Poetin van Rusland zijn hand overspeeld heeft. Want dat zijn de eerste sancties. En als Poetin doorgaat met Oekraïne veroveren, want dat is het dan, komen er meer sancties. Natuurlijk zullen die sancties ook ons treffen, EU, Amerika, Verenigd Koninkrijk en andere landen. Japan doet mee. Maar dat is dus de prijs die je moet betalen als je wil voorkomen dat een land een ander land gewoon overvalt en verovert. Ik bedoel, dan ga je terug naar de middeleeuwen. Dat is iets wat natuurlijk niemand wil. Dus kortom, dat is alles overheersend. Hoe gaat Poetin nu verder? Gaan de sancties hem treffen? En met name, en dat is het grote risico wat Poetin loopt, hij heeft zijn hand overspeeld volgens mij, de oppositie in Rusland kan uit deze situatie, als het slechter gaat in Rusland economisch, door die sancties, kan de oppositie in Rusland tegen Poetin heel erg sterk worden. En dat is het risico wat Poetin nu neemt, inmiddels een beetje al heeft genomen, door die twee republieken, zegt hij, nieuwe republieken te erkennen. En dus roepen die twee republieken, onderdelen van Oekraïne, zijn hulp in. En dan zegt hij, nee, ik ben gewoon naar een bevriend land gegaan, die heeft mijn hulp ingeroepen. Dus kortom, dat is één belangrijk punt, overheersend. Wat Belfort net zei, Iwan, was een heel belangrijk ding. Ik heb het ook gelezen over de Nederlandse politiebond, die een bezoek gebracht heeft aan Suriname. En die teruggekomen is. En ik moet je zeggen, Iwan, toen ik het persbericht van de Nederlandse politiebond las, Toen dacht ik, ik wist natuurlijk dat het erg is. In jouw programma praten we er zo vaak over. Maar ik wist niet dat het zo erg is. Want de Nederlandse politiebond heeft tegen de Nederlandse regering gezegd, jullie moeten Suriname helpen om te voorkomen dat Suriname overheerst wordt door criminaliteit en drugs. En als jullie dat niet doen, Nederlandse regering, dan gaat het fout in Suriname. En als het fout gaat in Suriname,
gaan wij het ook merken, omdat de relatie personenverkeer Nederland-Suriname heel intens is. Dus kortom, er wonen bijna 500.000 mensen zo'n Surinaamse origine in Nederland. Dus kortom, dat is voor mij ook opvallend alarmerend geweest. En ja, ik denk toch dat... en net wat Belfort zei, hè, Johan, ik begrijp niet dat de president minister van Justitie is geweest, nog erger, politiecommissaris is geweest in Suriname. Dus als er één persoon is in Suriname die het politiële kent, dan is het Santokki, voormalig minister van Justitie, politieacademie in Apeldoorn in Nederland gevolgd. En dat het zover komt dat Suriname op het punt staat om beheerst te worden door criminaliteit en drugs. Ja, ja. Maar wat is de relatie nou met Poetin? Nou, nee, ik ben afgestapt van het punt van Poetin. Ik heb mijn punt gemaakt, hij heeft zijn hand overspeeld en ik denk dat dit voor hem niet goed gaat aflopen, voor Poetin, politiek. Ik ben overgestapt naar, ik dus geen relatie met Suriname. Nee, nee. Maar ik wilde toch nog eventjes kijken naar iets dat misschien in Nederland speelt, ja. In Nederlandse politiek. Uh-huh. Waardoor wij daarna kunnen overstappen naar Suriname. Oké. Okay. Is er jou nog iets opgevallen de laatste dagen? Nou, ja, god, er zijn een heleboel dingen die spelen hier. Waar ik eventjes nog een beetje aan zat en ik heb even contact met haar gehad, Joyce Sylvester, is dat er binnenkort... is nog geen datum bepaald, een technisch overleg gaat plaatsvinden over om compensatie AOW gaat oudere Surinamers. En het wordt spannend de komende weken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Je weet, ik heb al eerder in het programma gezegd dat ik positief ben, omdat de nieuwe minister van Financiën van D66, Sigrid Kaag, haar partij eigenlijk de kat de bel aangebonden heeft voor de compensatie van de oudere Surinaamse AOW. En dus ik verwacht dat ook D66 het tot een goed einde zal brengen. En dus vandaar dat ik denk, ik bel even met Joyce Sylvester. Dus er zit schot in, het gaat de goede kant op, zeg maar. Maar we zijn er nog niet. Dus dat wordt heel spannend. Ja, Iwan, en verder, Nederlandse politiek is natuurlijk bezig om zijn weg te zoeken in die nieuwe politieke cultuur. En weet je wat grappig is, Iwan? Luisteraars. Ik moet er altijd een beetje om lachen. De Tweede Kamer zegt, ja, we moeten echt die nieuwe politieke bestuurscultuur, die moet er komen, stapje voor stapje natuurlijk. Oké, maar... het functioneren van die Tweede Kamer is ook een onderdeel van die nieuwe politieke bestuur die er moet komen. Dus dan zeg ik altijd tegen Kamerleden, ja, maar wacht even, jij bent ook oude politieke cultuur, dus jij moet ook veranderen. En ik was erg blij om te horen, Iwan, dat de ChristenUnie, daar zit Don Zeder in, ons bekend, Don Zeder, die heeft verteld dat de gemeenten, de wetswijziging binnenkort gaat plaatsvinden op voorstel van de ChristenUnie, om wat soepeler te zijn als mensen een uitkering hebben en familie, vrienden, kennissen die mensen een beetje extra financieel helpen. Formeel volgens de regels mag dat niet, want alle financiële extraatjes die je krijgt moet je dan melden aan de uitkeringsinstantie. Ik weet niet of je nog weet, Iwan, die mevrouw, is heel landelijk nieuws geweest, een mevrouw ergens hier in Nederland, die, haar moeder deed 1 of 2 keer in de week boodschappen voor haar, omdat ze op het minimum zit. En toen heeft een uitkeringsinstantie hier gezegd, nee, mag niet. We gaan jouw uitkering korten, want jouw moeder doet 2 keer per week boodschappen. Toen ik dat hoorde, Iwan, toen dacht ik, nee, Jezus, hoe gek kan een bestuur zijn?
Ja? Een moeder doet boodschappen voor een dochter, die dus minimumloon heeft en niet uitkomt. En dan zeg jij als overheidsinstantie, hey, mag niet, de waarde van die boodschappen die je moeder voor je gedaan heeft, trekken we af van je uitkering. Dan ben je toch gestoord. Dat is een onderdeel van die politieke cultuur, die moet veranderen. En we komen straks op Suriname, Iwan. In Suriname, toen ik Belfort net hoorde bij jou, toen dacht ik, in Suriname zijn ze iedere keer weer als leiders, Belfort heeft gelijk, leiderschapsproblemen in Suriname, nog steeds bezig op een manier die we kennen uit de jaren 60, 70, vorige eeuw. Wij bepalen als leiders, wij zijn de baas. Nee, helemaal niet. Dat was toen, 60, jaren 60, 70. Nu hoor je met je bevolking transparant, open, communicatief om te gaan en hen te betrekken bij het maken van het beleid. Santokki heeft al die dingen beloofd voor de verkiezingen en heeft geen van die beloftes is hij nagekomen na de verkiezingen. En we komen er straks op. Even terug naar Nederland. Dus ik was erg blij dat de ChristenUnie de regels laat versoepelen en dat het gewoon mogelijk wordt voor iedereen die financieel krap zit, dat familie, vrienden, kennissen een handje kunnen helpen. Zo'n persoon, dat is, zegt Ceder, besturen met de menselijke maat. En dat, Iwan, mis ik te vaak, niet alleen in Nederland, ook in andere landen en ook in Suriname, die menselijke maat. Het blijft steeds maar weer ikke, bestuurders, politici en noem maar op, bedrijfsleven en niet te vergeten, en het volk, de burger, die heeft het nakijken. En die burger gaat dat dus niet langer nemen, zoals je hier in Nederland ook ziet. Dat steeds minder mensen de politiek vertrouwen. Door toeslagenaffaire, door Groningen, door fraudelijsten waar mensen ten onrechte opstaan. Dus kortom, niet alleen hier, maar ook in Suriname moet die bestuurscultuur, die politieke bestuurscultuur, die moet echt veranderen. En iemand, dus dat is mijn punt hier. Nederland, stapje voor stapje willen ze dus die politieke bestuurscultuur veranderen. En dat moet ook, want anders gaat het vertrouwen van de mensen in de politiek helemaal op nul uitkomen. Dus dat wil ook niemand. Maar daar is natuurlijk wel het nodige moeten gebeuren. Anders gaat het ook hier in Nederland fout. Ja, meneer Belfort heeft, zoals je ook al gemerkt hebt, een aanzet gegeven voor de dingen die daar gebeuren in Suriname op dit moment. En waarvan hij zegt van ja, dit gaat totaal fout en moet omwenteling komen. Ja, maar en daar, op dat punt hebben we een verschil van inzicht, heb ik met Belfort, met Mattie Belfort. Want kijk, wat is de kern van het probleem in Suriname? De kern van het probleem in Suriname is leiderschap, zegt Belfort, ben ik met hem eens. Maar hij had daar aan moeten toevoegen, wij moeten ministers hebben die voldoen aan een bepaald profiel. Qua opleiding, ervaring, deskundigheid. En dat profiel gaan wij opstellen. Dat kan je opstellen. Dat kan je zo opstellen. Samen met de vakbeweging, werkgevers, werknemers. Dat kan je zo opstellen. Op een A4'tje kan je zo zeggen, zeker in deze crisissituatie waarin Suriname verkeert, kan jij geen mensen minister maken die het werk nog on the job moeten leren. Het kan niet. Daarvoor zijn de problemen in Suriname te groot. Dus ja, je moet dat profiel, dat mijn advies aan Belfort, ga met vakbewegingen en werknemers en andere maatschappelijke culturele organisaties, maak een profielschets vanaf nu
moet iedere minister voldoen aan dit profiel. En als je dat hebt, dan kan je gaan kijken wie, welke politieke partijen zijn bereid zich vast te leggen op wij gaan alleen mensen als minister voordragen die voldoen aan dit profiel. 2. Brom Tjadjari, ook iets wat Tantoki voor de verkiezingen zo vaak in de mond genomen heeft. Brom Tjadjari kan je wel zeggen, maar het heeft pas waarde als je het op papier zet. Want dan kunnen de mensen met jou samen als regering concreet aangeven hoe willen we die Brom Tjadjari samenleving invullen. Dan begin je bij de ministers. Wij hebben verschillende etnische groepen, dus daar zou je een grote lijnenverdeling in kunnen aangeven. Inheemse, tribale, mensen etnische Indische afkomst, Indonesische afkomst, Afro-afkomst. Je kan globaal zeggen, als ik een kabinet heb en het ieder ander bestuur, overheid, particulier, maakt niet uit, dan moeten we met elkaar in dit land zorgen dat we die verdeling hebben en dan geef je die verdeling aan. En dat Brom Tjadjari beleidsplan moet je samen met je Brom Tjadjari maken. Ik heb het al zo vaak gezegd, Iwan, je moet een beleidsplan voor een groep met die groep maken. Wat houdt dat in de praktijk? In de praktijk betekent dat je maakt als regering aan de hand van jouw ambitie en visie een concept, beleidsplan, in dit geval Brom Tjadjari. Dat concept, nog niet vastgesteld, gaat naar de samenleving. De samenleving mag inspreken, reageren. Je verwerkt de reacties in dat concept en dan stelt het parlement het concept vast. En dan heeft de bevolking alle ruimte gekregen om invloed te hebben op dat Brom Tjadjari beleidsplan. Dat is de democratische weg die hoort bij 2022, de tijd waarin we nu leven. Maar niemand doet dat. En dan zegt meneer Belfort terecht, ik stel vragen. Maar ja, soms gaan ze er niet op in en als ze erop ingaan, dan is het niets zeggend wat ze zeggen. En dan zeg ik, ja, nou, vraag aan die minister gewoon, ik wil jouw beleidsplan zien. En een van de dingen bijvoorbeeld, Iwan, iedere Surinaamse minister verwijst heel vaak en graag naar het herstelplan. Nou ja, ik bedoel, dat is een beetje flauw, want dat ding is veel grote lijnen. Het is helemaal geen uitgewerkt beleidsplan met uitvoeringsregels. Het herstelplan is een grote lijnenbeleid. Herstelbeleid. Ga je over de concrete situatie in de praktijk praten, dan moet er een apart stukje uit dat beleidsplan worden gehaald en uitgewerkt worden voor de samenleving, voor de politiek, voor het parlement. En dan kunnen de mensen gewoon zien, oké, dit plan, ik noem maar op, ziekenhuizenplan, wat net noemde Belfort Ashoni ziekenhuis, ziekenhuizenplan. Heb je al de ziekenhuizen op een rijtje, uitgangspunt van het herstelplan in het begin, en hoe gaan wij dat plan, herstelplan, uitgangspunt, in de praktijk van iedere dag uitvoeren. Met daarbij een kostenplaatje van de minister van Financiën. Als je niet zo werkt, dan is het een soort vicieuze cirkel. Want die minister zegt, ja, we doen ons best. Ja, wat heb je daaraan? Belfort zegt, ja, hij krijgt geen autorisatie. Heeft iemand gezegd, minister van Justitie krijgt geen geld voor de politie. Maar dat kan niet. Ik bedoel, je hebt toch een plan? Je hebt toch een plan voor de politie? Waar wil je met de politie naartoe de komende 5 jaar? Je moet een plan hebben. Waar is dat plan? En bij dat plan hoort de financiële paragraaf. Dat plan kost geld. En de minister van Justitie moet zorgen dat hij in zijn begroting dat geld heeft. Dus kortom, naast de opmerking van Belfort, zeg ik,
leiderschap, en dat betekent 1. Zakelijke benadering, zakenkabinet. Sowieso, voorlopig de komende 10, 15, 20 jaar heeft Suriname een zakenkabinet nodig. Begin het profiel van een zakenkabinet voor ieder ministerie op papier te zetten en eis van alle politieke partijen, om te beginnen VHP, dat zij een zakenkabinet samenstellen en laten optreden. Eis het van Santokki. Oké, eerste stap. Tweede stap, dan kom ik in de buurt van Belfort. Nieuwe verkiezingen. Maar, dan zeg ik weer, als je nieuwe verkiezingen wilt, zorg ervoor dat je een profielschets hebt, de eisen waaraan de nieuw te benoemen ministers moeten voldoen. Want anders ga je hetzelfde krijgen wat we nu gekregen hebben. Want namelijk, mooie verhalen voor de verkiezingen. En als ze er zitten, doen ze niet wat ze beloofd hebben voor de verkiezingen. Want dat is de situatie in Suriname al 46 jaar. Dus, zakenkabinet. 2. Diaspora-beleid. Ik heb een mevrouw die mij vroeg, meneer Venlo, maar waarom? Alla lezie konaga diaspora-beleid. En toen heb ik tegen die mevrouw gezegd, mevrouw, omdat ik 46 jaar lang hier in Nederland heb gezien hoe Suriname zijn talenten, zijn natuurlijke hulpbronnen niet gebruikt. Je eerste natuurlijke hulpbron is je bevolking. Dat is gewoon zo. Want ik heb goto, ik heb olie. Maar als je geen mensen hebt die daar iets goeds mee kunnen doen, heb je niets aan die olie en de goud en weet ik veel. Dus dat eerste natuurlijke hulpbron, dat zijn je mensen, is je bevolking. In Suriname, in de diaspora. Suriname heeft, Santokki heeft het ook gezegd, ruim 1 miljoen Surinamers in en buiten Suriname, diaspora. En Suriname gebruikt al 46 jaar, maakt geen gebruik van 500.000 diaspora mensen in Nederland, Amerika en de voormalige Antillen. Dat is dom. Voor een politieke leider, voor iedere leider, is het dom als je belangrijke dingen die je hebt niet gebruikt. Suriname heeft, en daarom hoop ik iemand dat ik binnenkort toch met Clarence Seedorf contact heb, om te evalueren. Hoe kan het dat een top internationale topvoetballer Suriname, Clarence Seedorf, met plannen naar Suriname komt, om van Suriname ook, in Suriname ook een voetbalindustrie van de grond te krijgen, net als in Brazilië, land van zijn vrouw. Hoe kan het dat helemaal fout loopt? Hoe kan het dat een diaspora-Surinamer, Jorginho Wijnaldum, met zijn beker naar Suriname komt om het met zijn mensen te vieren? Geweldig initiatief van Jorginho Wijnaldum. En de vorige regering zorgt ervoor dat helemaal in de soep loopt en het hele feest niet doorgaat. En hoe kan het dat Dien Goree, toptrainer in Suriname, Nacio, in de kortste keren problemen weggegaan. En zo kan je niet blijven omgaan met jouw rijkdommen, Surinamers in de diaspora. Want Iwan, luisteraars, ik heb 46 jaar in Nederland gefunctioneerd, ambtelijk en politiek, betreffende arbeid. Heb in die tijd heel veel meegemaakt met Suriname. En ik kan u zeggen, de teleurstellingen, wat ik net noemde over voetbal, geldt in alle andere sectoren. Echt. Diaspora Surinamers willen in Suriname en met Suriname dingen doen. En door de onprofessionele manier waarop Suriname omgaat met zijn diaspora, keren een heleboel diaspora-toppers de rug naar Suriname en zeggen, no, ik heb het geprobeerd, daar valt niets mee te doen. Suriname heeft, en dan spreek ik dus met Mattie Edward Belfort na,
Suriname heeft een leiderschapsprobleem. En nu ligt het aan Suriname. En volgens mij is het 5 voor 12 in Suriname, hoor. Want als ik het verhaal van die politiebond neem, Iwan. Als je dat verhaal van de Nederlandse politiebond neemt. Ze zijn op bezoek geweest in Suriname. Hebben alles gezien en gehoord. Zijn teruggekomen en hebben een conclusie getrokken. En de conclusie is, in Suriname gaat het niet goed. Zal het niet goed aflopen als Nederland Suriname niet helpt om dat politieapparaat op orde te krijgen. Ik ben benieuwd hoe het vervolg zal zijn. Maar ik ben bezorgd, Iwan, dat als Suriname met zo'n ministersploeg die er nu zit, meneer Amoksi, ik ken hem niet, maar ik heb gehoord dat hij eigenlijk een andere post had moeten hebben, omdat zijn deskundigheden op een ander terrein liggen, zei iemand tegen me. En niet op justitie. Ja. Dan zei ik, ja, maar dan gaat het dus niet werken. En je ziet het. De politie zijn een heleboel mensen heel erg ontevreden. Materieel is niet genoeg. Personeel is niet genoeg. En financieel ook niet genoeg. Nou, dat zijn 3 dingen. Materieel, personeel, financieel. In welke organisatie dan ook, Iwan, luisteraars, als het materieel, personeel en financieel onvoldoende geld is en ook geen beleid is, gaat het fout in die organisatie. He, dus Iwan, en wat betreft de discussie over olie, ik was natuurlijk blij toen ik hoorde weer een put gevonden met heel veel olie. Maar laten we niet vergeten, Iwan, luisteraars, Venezuela heeft een van de grootste olievoorraden ter wereld. En Venezuela is het tweede armste land in Zuid-Amerika, na Haiti. Suriname is het derde armste land, na Venezuela. Dus het feit dat je olie hebt gevonden, betekent niet dat je dus een goede toekomst hebt. Een goede toekomst heb je alleen als je goed beleid hebt, beleidsmensen, ook ambtenaren, een apparaat, een goed leiderschap. Alleen dan heb je een goede toekomst. En aan praatjes heb je niets. En tenslotte, Iwan, op het punt van de conversie, daar hebben we net ook over gehad met Belfort. Iwan, wat was de reden waarom de vorige regering, vooral de vorige regering, heeft ingevoerd grondhuur? De reden was dat de grond nodig was om allerlei redenen bij mensen. Maar aan de andere kant is de grond een gemeenschappelijk eigendom. Eigendom van de staat. Eigendom van de bevolking. Dat moet je nooit weggeven, verkopen of weet ik veel wat, in eigendom. Dus doe je erfpacht, dat is geen eigendom. En grondhuur is ook geen eigendom. Als je nu een conversiewet aanneemt, waardoor erfpacht en grondhuur gemakkelijk eigendom kunnen worden, dan zeg ik, dan geef je dus alsnog gemeenschapsgrond aan particulieren. Dat is niet verstandig. Maar er komt een belangrijk ander ding eerst, Iwan, en dat is, je weet de discussie, Iwan, die we op school hebben gehad toen we jong waren, mensen uit India en Indonesië en andere landen, Suriname, na de afschaffing van de slavernij, zijn komen werken, contractarbeiders. En die contractarbeiders, na hun contract, konden ze teruggaan. Of ze konden blijven en dan kregen ze een stukje grond. Zo hebben sommige groepen in Suriname een voorsprong wat betreft het bezit van de grond. En als je dat nu ongecontroleerd daaraan toegevoegd hebt, erfpacht en grondhuur, en je zorgt met een wet dat erfpacht en grondhuur makkelijk weer eigendom, ook eigendom kunnen worden, ga je een groot deel van Suriname in eigendom geven aan bepaalde groepen,
En dat gaat heel veel oneerlijkheid opleveren en heel veel spanning opleveren. Maar je praat over bepaalde groepen. Ja. Je kunt toch gewoon zeggen van ja, de VHP is aan de macht en ze willen die conversiewet doorvoeren. Dus dat betekent dat de VHP'ers, tenminste niet alle VHP'ers... Nee, precies, vooral. Maar een groot deel. Kapitalistische groep binnen de VHP daarin alle macht kreeg. Dat klopt, want is natuurlijk het verhaal, en dat kennen we in Suriname al heel lang, dan heb je een stukje grond goedkoop kunnen kopen, dan verdeel je het in kavels, en dan verhuren of verkoop je het, en zo word je stinkend rijk. He? Dus kortom, ik heb bij iedereen die mij hierover sprak gezegd, je moet beginnen met één ding. Het regelen van de grondenrechten van inheemsen en de tribale volken in Suriname. Daar moet je mee beginnen. Je kan niet dit voorbij laten gaan en anderen stukjes grond wel of niet geven. Dus terecht heeft Belfort tegengehouden tot nu toe, die conversiewet, want eerst moeten de grondenrechten van inheemsen en tribanen worden geregeld, dan komt het, overeenkomstig rechtelijke uitspraken in het Caribisch gebied hierover. En het verbaast me steeds weer, ook bij Venetiaan, dat men die grondenrechten en die tribale rechten op grond niet regelt. En hetzelfde schijnt dat Santokki ook nu ook weer te willen doen. En die maakt het een graadje erger. Door die conversiewet, waardoor hele lappen grond, erfpacht huur, gemakkelijk eigendom worden. En dan weet iedereen wat er gaat gebeuren. En dus kortom, opnieuw, ja Iwan, ik begrijp soms helemaal niets van onze politieke leiders. Santokki heeft echt. En Santokki weet hoe het moet, hè? Want hij heeft het voor de verkiezingen allemaal gezegd. En nu na de verkiezingen begint hij gelijk met een familie- en vriendenregering. Nou, daar kan je hem pakken. Dus kortom, we komen op het punt van de vraag, wat moet er nu gebeuren? Mijn advies zou zijn, er moet in Suriname, en ik zeg niet mag of kan, ik zeg er moet in Suriname een zakenkabinet komen. Onder Santokki of niet onder Santokki, na verkiezingen. Er moet een zakenkabinet komen in Suriname. En als je vindt dat dat moet, dan moet je nu al de eisen waaraan iedere minister moet voldoen, hoge eisen met de crisis, op papier zetten. We schrijven niets op. UNE schreef niks. En als het puntje bij het paardje komt in de praktijk, dan weten we het niet. Iedereen doet maar wat. Je kan niemand houden aan een stukje papier. Maar Lukuja, hier staat het, dat moet je doen. Want we schrijven niets op. Daarom ben pleidooi, nogmaals, ook nu, beleidsplannen en uitvoeringsregels voor de ambtenaren. Dan kan je ze eraan houden. En in deze tijd met internet is het zo makkelijk om iedereen alles te laten lezen en via het internet. Dus kortom, dat is het probleem in Suriname. Een zakenkabinet moet er komen. Als Santokki bereid is het te doen, ook goed. Dan wordt het president Santokki 2 zakenkabinet. Ja. Of als hij dat niet wil, dan gaat het crashen. Dan moet de bevolking van de politiek eisen dat ze dus wel dat zakenkabinet, dat er wel komt. Als Santokki niet wil, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Maar dan moet je ook bij die nieuwe verkiezingen, hoofditem, zakenkabinet. En als je zelf de eisen, opleiding, leeftijd, ervaring, opschrijft, dan kan jij die nieuwe regering die er na verkiezingen komt, houden aan die eisen die aan ministers moeten worden gesteld, die waren voor de verkiezingen dan bekend, en dan pas heb je kans op een beter kabinet na de verkiezingen. Als je dat niet doet, tenslotte Iwan, als je dat niet doet, eisen aan ministers stellen, zakenkabinet, als je dat niet doet, krijgen we na de verkiezingen hetzelfde verhaal.
Maar hoe ga je een zakenkabinet neerzetten? Ik bedoel, er is een verkiezing geweest. En ja. De VHP en de ABOP hebben een regering gevormd. Ja. En dan zeg jij van, je moet een zakenkabinet. En wie gaat dat besluit moeten nemen om een zakenkabinet te nemen? De president. Tenminste, één. De samenleving kan de president dwingen, georganiseerde en ongeorganiseerd, dus vakbeweging, werkgevers, maatschappelijke, culturele organisaties, kunnen hun mind opmaken. We willen een zakenkabinet. Volgende kabinet in Suriname moet een zakenkabinet worden. 1, 2. Dat zakenkabinet, alle mensen in dat zakenkabinet, ministers, moeten voldoen aan de volgende opleidingen, leeftijd, opleiding, ervaring en noem maar op. Kan je ook op papier zetten. Waaraan ze moeten voldoen. En dan eisen van, in dit geval deze regering, om een zakenkabinet, reshuffling, dat kan, dat is vaker gebeurd in Suriname, reshuffling, zakenkabinet, naar een zakenkabinet, 1, onder Santokki, en als Santokki niet wil, nieuwe verkiezingen, en de nieuwe regering moet weten, dan zullen jullie wel moeten voldoen aan die eisen die we nu hebben hier hebben staan voor de nieuwe ministers. En dat moet aan de inzet van die verkiezingen worden. Maar als je gewoon verkiezingen uitschrijft, dan ga je hetzelfde soort krijgen, ministers en regeringen, die we de afgelopen 46 jaar gehad hebben. En die lossen de kernproblemen van Suriname niet op. Kernprobleem van Suriname is geen diaspora-beleid. Iwan, luisteraars. Zonder, doordat Suriname nooit diaspora-beleid heeft willen ontwikkelen, zit Suriname nu met de ellende. Wat voetballen betreft, zeg ik, voor mij is het voetballen het voorbeeld voor alle andere ministeries en alle andere sectoren. Wij kunnen, Suriname en Surinamers kunnen, wat voetballen betreft, ja, Owen, dat is allemaal in de wereld worden. Maar ik geloof daar niet in. Maar Iwan, luister. Als wij op dat terrein van voetballen, met zoveel populariteit voor die sport, niet in staat zijn om eenheid, saamhorigheid, onderlinge solidariteit, Surinamers in Suriname, Surinamers buiten Suriname, als we daar niet toe in staat zijn, kan je Suriname opgeven. Dan wordt Suriname, wat minister Blok toen gezegd heeft, een failed state. Als wij niet onze diaspora beleidsmatig willen betrekken bij de ontwikkeling van Suriname, dan is Suriname verloren. Brazilianen, Chinezen, Indiërs, Guyanezen gaan Suriname dan overnemen. Dat is de waarschuwing die ik aan Suriname geef. Ik kan me voorstellen dat de sport belangrijk is. Dat is natuurlijk alles is belangrijk, Iwan. Alles maar, is belangrijk. Economie is ook belangrijk. Ja, natuurlijk, alles is belangrijk. Dat de economie in Suriname, zoals meneer... hoe heet die? Dat wie dat moet daar zien? Gezegd heeft, die dat boek geschreven heeft. Iwan Fernald? Fernald, ja. Ja, Ivan. Dat hij gezegd heeft dat de economie van Suriname kapot gemaakt is. En dat natuurlijk gewoon heel verschrikkelijk is. Ik bedoel, ja. Suriname is bij uitstek een landbouwland. Kijk maar hoe Nederland zich heeft gemanifesteerd op landbouwgebied, terwijl wij toch veel meer mogelijkheden hebben in Suriname om landbouw te ontwikkelen. Natuurlijk. Suriname heeft goud, Suriname heeft bauxiet, Suriname heeft olie. Ja. Ga zo maar door. Ja. En dan denk ik bij mezelf, waarom gaan wij ons niet richten op dat soort zaken en kijken van hoe we de economie op een goede manier kunnen gaan opzetten. Ja. Ja, voetballen, dat is leuk. Ja, maar dat komt wel weer. Maar die andere zaken moeten niet iedereen kan voetballen. Ik bedoel, Iwan, als we kijken naar die dames in Suriname, zoals ze zich gemanifesteerd hebben, bijvoorbeeld tegen Mexico. Ja. Dat was niet mooi. Geloof 9-0. Nee. Ja. Ja, nee, maar Iwan,
Jij zegt nou zo makkelijk, voetballen maar, economie. Het gaat niet om voetballen of economie. Het gaat om de mentaliteit in Suriname. Bij de bestuurders, hè. Kijk, de bevolking kan je niets verwijten. De leiders in Suriname moeten het volk leiden en begeleiden. Dat doen ze niet. Ze beginnen afgunst af te geven op de diaspora, hun diaspora. Dat geldt voor allemaal, ja. En als ze niet afgeven, dan beschouwen ze het als een soort, niet belangrijk, maar ze denken dat ze alles weten. Dat is zo kortzichtig en een beetje dom. Want Iwan, kijk hoeveel Surinamers hier landbouw, Wageningen, de afgelopen tientallen jaren hebben gestudeerd. Een heleboel van ze heb ik gesproken. In mijn afgelopen 30, 40 jaar in de politiek, hier in Nederland. Bijna allemaal zeggen, ik wil graag voor Suriname hoor, maar migo takanga de man. Niemand weet wat, beleid is er niet. Ze denken dat ze alles weten, terwijl ik voor gestudeerd heb ze weten wel wat, natuurlijk weten ze in Suriname wel wat. Maar dat kan je niet vergelijken met iemand die in Nederland de landbouwuniversiteit heeft gedaan en ervaring opgedaan. Ik bedoel, dan moet je toch blij zijn dat de eigen landgenoot je komt helpen. Nee hoor. Ja, maar Owen. Suriname is echt hopeloos hoor. De mensen hebben de kans gehad. Hoeveel mensen van Palu hebben niet de mogelijkheid gehad in de periode dat de NDP de macht had? Ja, om hetzelfde iemand. Om te dienen en zoiets op te zetten. Je hebt landbouw gestudeerd. De meeste mensen van Palu die komen ook uit het landbouwstudies uit Nederland. Maar die hebben zelf niks gedaan. Nee, precies Iwan, maar dat zeg je dat precies. Dat is jouw diaspora, mensen. Iwan. Iedereen uit de diaspora, of je nou econoom bent, of landbouwingenieur, of technisch, of wat dan ook, maakt niet uit. Iedereen in de diaspora die graag in Suriname iets wil doen, en voor Suriname iets wil doen, zal dat alleen doen als er in Suriname diaspora-beleid ontwikkeld is, zodat men van tevoren weet wat wordt aan mij geboden. Ik bied mijn expertise, ik ben ingenieur, ik ben arts, ik ben cardioloog en noem maar op. Ik bied mijn expertise. Suriname, wat bied jij mij? Dan wordt het stil. Ik kan kon. Nee, niets ik kan kon. Ik wil, voor ik kom, je weet wat ik je bied. Mijn opleiding, mijn ervaringen, mijn ideeën, heb ik. Net als met voetballen. Met elke andere terrein in de maatschappij. Expertise heb je nodig, zeker als een ontwikkelingsland, expertise uit het buitenland. Moet ik de Surinamers nog uitleggen, als je expertise nodig hebt uit het buitenland, dat je moet beginnen bij je eigen mensen in het buitenland, je diaspora. Moet ik dat nog gaan uitleggen? Ik bedoel, als ik dat nog moet uitleggen, Suriname, dan kan je de tent sluiten. Ik bedoel, want dan komt er een witte Hollander, Duitser, Fransman, waar je wel voor knipt en buigt, die durf je niet zomaar te zeggen van, zei je Konduja. Maar je eigen Takamang wel. De meeste beleidmakers in Suriname, die komen uit Nederland. Dat zijn diaspora mensen. Nee. Volgens jou. Nee. Als die mensen zelf niet in staat zijn om dat beleid te ontwikkelen dat jij graag zou willen hebben. Ja, op papier. Waar zijn we mee bezig? Nee. Ik heb nog nooit afgelopen 46 jaar, Iwan, een diaspora beleidsplan van Suriname gezien. Heb ik toch nooit gezien? Ja, we hebben het wel. Ja, waar is het dan? Dan wordt het stil. We zijn te slap. Gaat het om de mensen die daar die dat beleid zouden moeten maken? Die komen zelf uit Nederland. Nee, dat heb ik niets aan, Iwan. Want ik ken mensen die naar Suriname gegaan zijn. In de kortste keren zijn ze geworden net als men in Suriname is. Ousashi. Klaar. Maar dan waar praten we dan over? Als die mensen het zelf niet doen, dan willen ze het toch niet? De politieke leiders, Iwan. Ik verwijt de bevolking niets.
Ik verwijt de politieke leiders in Suriname dat zij, Belfort zei het net, in Amsterdam wonen er meer mensen dan in heel Suriname, dat de politieke leiders in Suriname met zo'n grote schat hun diaspora niet hebben kunnen zorgen dat Suriname nu een topland in Zuid-Amerika is. Suriname is een van de armste landen in Zuid-Amerika. En mijn conclusie is, op grond van mijn praktijkervaring in de politiek, ambtenarij, juristerij, hier in Nederland, ook met Suriname, is mijn ervaring is, mijn conclusie is, Suriname, de ellende die in Suriname nu is, is direct het gevolg van geen diaspora-beleid. Dus zeg ik tegen alle Surinaamse politieke leiders, het moment waarop jij zegt, ik ga diaspora-beleid ontwikkelen, ik kom met een diaspora-beleidsplan, dan ga ik je steunen. Dat heb ik ook tegen Santokki gezegd, voor de verkiezingen. Maar ik hoef niet meer verder te vertellen, want iedereen weet wat hij na de verkiezingen gedaan heeft, namelijk niets van wat hij heeft beloofd. Iwan, waarom ik zo overtuigd ben van nut en noodzaak van diaspora-beleid, Iwan, omdat ik de afgelopen 30, 40 jaar de Marokkanen en de Turken wel heb geholpen in het kader van het diaspora-beleid van Marokko en Turkije. Dus ik kon het verschil direct maken. Ik kom bij de Marokkaanse diplomaat, consulaat, Turkse diplomaat, consulaat, open armen ontvangen. Hoe gaat het om de Turkse mensen in Hoofddorp? Ja, klopt, ja. Oh, komt u maar binnen en zo, we praten erover. Ik zal aan de ambassadeur vragen om met de minister-president erover te praten. En Aboun. Ik kom, Marokkanen en Turken, hè? Zo gaat het bij de diplomaten. Ik kom bij de Surinaamse ambassade. Een probleem met Surinamers. Eerste vraag van die mevrouw van de ambassade. Hebben die mensen de Surinaamse nationaliteit? Ik zeg, mevrouw. Nee, maar het zijn Surinamers. Dan mogen we niets doen zonder toestemming van Paramaribo. Dat is de Surinaamse aanpak. Marokkanen, Turken worden geweldig ontvangen. Het beleid uitgelegd. Ja, meneer Venlo, ja natuurlijk, we gaan ermee aan de slag. Surinaamse ambassade. Nee, we mogen niets doen als ze geen Surinaamse nationaliteit hebben. Zo, Iwan, ik zeg het gewoon heel eerlijk. Ik heb heel vaak wat er aan mij kreeg. Om zoveel naïviteit aan Surinaamse kant. Je hebt alles. Je hebt verborgen schatten. Suriname heeft verborgen schatten. Dat is de diaspora. En Suriname maakt geen beleidsmatig gebruik van die verborgen schatten. En nu huilt iedereen, Suriname is het derde armste land van Zuid-Amerika. Maar dat is omdat je geen diaspora-beleid hebt. Je wil die deskundigheid van je eigen mensen in het buitenland, wil je niet beleidsmatig inzetten, verwelkomen. Hé, hey, wat leuk, kom, we hebben die faciliteiten, we gaan dit voor je doen, doen we niet. Komt die witte Duitser of Fransman of Belg, oh, knippen, nee, we gaan helpen, nee, fight doen zo jong. Je moet je eigen mensen altijd eerst helpen. En dat is leiderschap. Had ervoor moeten zorgen dat die mentaliteit in Suriname, samenhorigheid, onderlinge solidariteit, dat werd gekweekt en werd gevoed. En dat die hebben de leiders in Suriname niet gedaan. En mijn grootste teleurstelling is dat Santokki dat wel heeft gezegd voor de verkiezingen, niet doet na de verkiezingen. En dan denk ik, ja, ik ben echt een beetje moedeloos hoor, Iwan. Ik weet niet hoe dit verder moet. En als je dan het verhaal leest van de Nederlandse politiebond, dat Suriname echt niet goed gaat, dan denk ik bij mezelf, ik word moedeloos. Maar ik geef niet op, hè. Politicus mag nooit opgeven. Dus zeg ik, de enige oplossing voor Suriname is een zakenkabinet. Zet op papier waaraan ministers in een zakenkabinet moeten voldoen. En voor mijn part, Iwan, luisteraars, zet het op papier per ministerie. Zodat je dus per ministerie aangeeft
Heb je een algemeen deel, academisch of weet ik veel wat, en dan een speciaal deel betrekking hebbende op dat specifieke ministerie, landbouw of grondzaken of ruimtelijke ordening. Dan moet je dus in die sfeer van landbouw, grondzaken, ruimtelijke ordening ook bepaalde opleidingen en niveau hebben en ervaring hebben. He? Oké. Dan heb je de eisen waaraan iedere minister moet voldoen. En dan kan geen enkele politieke partij mensen benoemen die niet voldoen aan die eisen die op papier staan, want de hele samenleving volgt je en gaat je corrigeren. Ja. En dat is de enige oplossing voor Suriname, het zakenkabinet. Met Santokki of na verkiezingen zonder Santokki. Als er ook na verkiezingen geen zakenkabinet komt, Iwan, is Suriname verloren. Absoluut. Absoluut. Ik vind het echt jammer dat ik die conclusie moet trekken, Iwan, maar het is niet anders. Het is niet anders. Het is, Iwan, weet je, als je weet, Iwan, een cardioloog zegt tegen mij, Owen, als ik geen Surinamer was, geen Surinaamse cardioloog, was ik na het eerste bezoek aan Suriname met een groep mensen die gingen opereren, nooit meer in Suriname gekomen. Men behandelt mij daar, en soms denk ik, ja, maar je hoeft me niet, ik ben geen geweldige persoon, ik ben gewoon een cardioloog, ik wil mijn werk goed doen. We spreken af wat wij doen voordat we komen, 7-8 artsen, een paar chirurgen. We spreken af wat wij doen hier, voorbereiding, en wat Suriname moet doen daar, voorbereiding. We komen na 5-6 maanden in Suriname aan, bijna niets van wat in Suriname moet worden voorbereid, huiswerk, is gedaan. Maar het moet wel gebeuren, dus gaan wij het doen, want het moet gebeuren voordat we opereren. Zeggen ze, we denken dat we alles weten, we denken dat we alles kunnen. Ik zeg, wat heb je toegezegd? Hij zei, ik heb tegen die mevrouw gezegd, mevrouw, dit had hij toch al lang moeten doen, dat hebben we toch afgesproken, Lukuja, zo, het staat op papier. Wist ze niet. He, dus Iwan, wij moeten zakelijker worden, de politieke leiders in Suriname moeten zakelijker worden, en de bevolking van Suriname zal dat moeten eisen, een zakenkabinet aan de Secret Somber in voor Suriname. Aan de zieke somber in voor Suriname. Het is jammer, en het kan nog. Iwan, het kan nog. En Iwan, jij maakte net de opmerking van voetballen, hè? Iwan, als jij weet hoe het voetballen hele industrieën in Afrika en Brazilië heeft opgetrokken door de populariteit internationaal van het voetballen. Als je internationaal doorstoot met voetballen, ontmoet je zoveel zakenlieden internationaal, die welwillend zijn, geattendeerd zijn op, oh Suriname, en waar is dat, waar kom je van? Oké, dan gaan ze volgen op internet, oh daar is het land van Glenn Seedorf, oké. En dan komt het zo bij investeerders, potentiële investeerders. En vergeet je niet, hè, hoe dat werkt, netwerken. Maar als je een man als Seedorf behandelt, zoals Suriname Seedorf heeft behandeld, en Wijnaldum en Goré, en die mensen hebben een netwerk, Iwan, vergeet je niet, hè. Die mensen hebben een netwerk waar je u tegen zegt. Dus jij verspeelt potentiële investeerders doordat je zo bent omgegaan met jouw diaspora internationale toptalenten voetballen. Dan ben je kortzichtig en dan ga je huilen, want we krijgen niet genoeg investeerders. Maar dan heb je zelf veroorzaakt dat je niet genoeg investeerders krijgt. En daarom wil ik zo graag evalueren met Claire Seedorf. Niet om te verwijten, daar gaat het niet om. Maar om te leren van de fouten die er in Suriname gemaakt worden. Niet opzettelijk, maar men denkt in Suriname dat ze de goede dingen doen. Terwijl ze heel vaak niet de goede dingen doen. En ja, en als je dat niet wil erkennen,
dan heb je een probleem voor jouzelf en voor je land gemaakt en voor je huidige generatie en toekomstige generaties. Ik kan mij niet voorstellen dat Suriname nog geen diaspora-beleid heeft ontwikkeld na 46 jaar. En dan sluit ik af, iemand, met de gesprekken die wij een tijd gehad hebben met Nederlandse ambassadeurs in Suriname. In de jaren 80 zegt een Nederlandse ambassadeur tegen mij, ik vroeg hem, denk jij dat, jaren 80 hè, denk jij dat Suriname ooit nog diaspora-beleid gaat ontwikkelen? Die ambassadeur, Nederlandse ambassadeur in Suriname, zegt tegen mij, als Suriname ooit diaspora-beleid gaat ontwikkelen, dan zal het komen van de NDP. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Suriname tegen mij, in Utrecht hier. Ik zeg, hè? Ja, zegt hij, dat is mijn inschatting, als ik zo hoor praten van de NDP. Je had het net over NDP. Maar wat blijkt, ze hebben de PSA-wet gemaakt, personen van Surinaamse afkomst. Toen was ik al een beetje blij, want toen dacht ik, zo, hè, hè. Maar daar is het bij gebleven. En de PSA-wet is een wet die faciliteiten geeft voor toelating tot Suriname en verblijf in Suriname. Het is geen diaspora-wet, diaspora-plan. Dat heeft betrekking op alle ministeries, diaspora-beleid betreft, alle 17 ministeries. Dat beleidsplan, diaspora-beleidsplan, is er nooit gekomen. Dus heb ik tegen inmiddels met pensioen, die ambassadeur van Nederland, heb ik een keer gezien op een receptie in Den Haag. Ik zei tegen hem, hey, wat jij toen zei, de NDP gaat diaspora-beleid maken, is nu uitgekomen, broer. Hij begon te lachen. Hij zei, ja, alleen die PSA-wet. Ik zei, alleen die PSA-wet. Maar goed, een klein beginnetje. Hè? Dus kortom, iemand, wij in Suriname, en dan spreek ik Edward Belfort na, hebben een groot gebrek aan leiderschap. Niet alleen politiek in het topniveau, maar in de hele samenleving. Want in Suriname, in onze landen, hebben we een personalistische politieke cultuur. Follow the leader. En dus als de leider, politieke leider in een land, het goede pad bewandelt, de goede aanpak kiest, heeft dat zijn uitstraling naar een lagere echelons leiderschap. Maar als de politieke leider niet op de juiste wijze leiding geeft, beleid maakt, communiceert, een van de grote problemen van Santokki communiceert niet, dan doet de rest het ook niet aan, van leiders, bedrijfsleven, ministeries, maatschappelijke culturele organisaties, vakbeweging. Dus kortom, Ivan, de uitstraling van een leider is in de landen in ontwikkeling, zoals Suriname, zoveel belangrijker dan in ontwikkelde landen. Want daar moet alles nog gevormd worden. En als je dat niet doet, geen goed leiderschap, misvorm je bevolking, je land en ja, je jeugd, ja, de jongere generatie. En dat is heel jammer, want dat is wat Suriname nu overkomen is. En daar moet Suriname uit. En de Suriname gaat daar alleen uitkomen met een zakenkabinet van toppers op hun vakgebied. En economen. Kijk hoe opnieuw de tweede keer naar New Servant NV, een investeringsmaatschappij, helemaal fout gegaan door ministers Ramdien en Ahaibersien. Opnieuw HPSG, waterstoffabriek, compleet verkeerd gegaan is. Ook door die twee ministers, die blijven zitten. In elke democratie had men al gezegd, sorry, we moeten afscheid nemen, jullie hebben twee kardinale fouten gemaakt. En wat mij betreft, Ivan, zijn die fouten nog niet eens zozeer dat het uiteindelijk niet doorgegaan is. Mijn probleem is, je betrekt de bevolking en het parlement niet bij de plannen die je hebt, in dit geval New Server en HPSG.
hele tijd hoor je niets. Je doet in het geheim doe je allerlei dingen die dus niet kunnen. Je hebt juristen op jouw ministeries werken. Buitenlandse zaken zowel als financiën. Maar je doet juridische dingen die niet kunnen. Hoe kan dat? Ja, inderdaad. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dus ja, geen zakenkabinet, nee. Ik bedoel, de minister van Buitenlandse Zaken is sociaal geograaf. Ja, hallo. Misschien zijn er mensen die nog wat vragen hebben, of die in elk geval misschien een lange vraag hadden willen stellen aan jou, en die gelegenheid hebben ze nu. Ja. En we gaan daar naar luisteren. Ja. Owen? Ja, Ivan. Ga maar verder even. Oké, nou, dus kortom, resumerend voor de luisteraars, ik heb natuurlijk weer een heleboel dingen gezegd. Resumerend. Zonder een stelling, mogen ze al reageren. Zonder een zakenkabinet, nu of na de verkiezingen, is Suriname verloren. Dat is mijn stelling. Zonder een zakenkabinet, nu of na verkiezingen, is Suriname verloren. Dus ik zou graag reacties willen horen wat luisteraars daarvan vinden. En ik heb net een beetje uitgelegd. Oké, Owen? Ja? Ik heb twee mensen aan de telefoon. Dus er kunnen op dit moment geen andere mensen bellen. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, meneer Venlo. Goedemorgen. Even snel, heel kort. Ik heb wel één ding gemerkt. Dat al die mensen die halleluja gingen schreeuwen voor deze regering, de meeste mensen nu, ik zie ze allemaal afdruipen. Helemaal teleurgesteld in de regering van meneer Van Dokkie. Ja. En over het voetbal gebeuren waar meneer Venlo het over had. Mijn vraag is, waarom is er niet een onderzoek gekomen wat er eigenlijk daar zich heeft afgespeeld bij de SVB voordat de bondscoach meneer Menso erin is gestapt? Want die gewoon hebben ze opzij gezet. Je hoort allerlei verhalen. Er wordt geen onderzoek gedaan. Die gasten blijven daar maar zitten. En meneer Menso stapt er zo in van bam. Zonder een onderzoek te laten doen van, hey, wat is er gegaan dat die gewoon weg is gegaan? En mijn laatste vraag is naar meneer Venlo over de politie. Ja. De politie en de douane zijn twee organisaties waar het dik geld wordt verdiend. Mensen zeggen dat de politie een arm aan de corruptie dat zou kunnen, maar de mensen, de leden zelf, zijn bijna allemaal ondernemers. En dat wordt de politie wordt zeggen, er wordt flink geld verdiend bij de criminelen. De douane die daar werken, heeft geprobeerd een commissie daar te zetten, men wil het niet. Omdat er op een gegeven moment binnen naar buiten gaan komen, gaan lijken uit de kast komen, maar wat doen de douanes daar? Die grote bedrijven die auto's invoeren en allerlei dingen, die hebben de mannetjes waar ze hun loopjongens sturen, die jongens die met die papieren die gaan dan bijvoorbeeld naar een speciale douaneambtenaar. En wat doet die douaneambtenaar? Die gaat onderfactureren, noemt men dat. Zeg maar de prijzen lager houden voor zijn vriendjes die ondernemer is. En dan, wanneer hij dat heeft gedaan, dan gaat hij later na einde zijn tjoko halen. En zo komt de staatskas geld tekort. Ja. Dat was het. Oké. Dankjewel. Ja. Owen. Oké, helemaal gelijk. Die evaluatie willen ze nooit in Suriname evalueren. Niet alleen bij voetballen, maar bij niets. Want dan komen de fouten naar buiten en dat wil men dan niet. Dus is bewust. Daarom is dat leiderschap zo belangrijk. En de opmerking van die meneer over de douane, helemaal mee eens. Aan mijn kant zal ik proberen politici in Den Haag te vragen om naast politieondersteuning ook douaneondersteuning doorlichten te geven. Dus belangrijke opmerking van die meneer daarnet, douane eraan toevoegen. Even kijken, meneer... Ja, Iwan, ik hoor je niet. Meneer Burleson aan de lijn? Ik hoor niets. Ik hoor ook niks. Even kijken. Bent u er nog? Ja. Ja, meneer Burleson. Brada Burleson. Hoi, wat? Waarde? Meneer Brada, wat ga je me vertellen? Oh, weet je waar jij het over hebt? Over de diaspora. Ja? Dit ding is een blanke man ding. Weet je waarom ik dat zeg?
dezelfde bezwaren die jij hebt, ja, hebben die vrienden van mijn zonen ook. Aha. Die als ze van Barbados komen of dingen uit Jamaica, ja, allemaal hebben hetzelfde probleem. Ja. Die gasten die daar wonen en die het land besturen, die hebben geen behoefte aan wij die uit Europa komen. En in Engeland, in Jamaica, is het nog erger. En weet je waarom? Die mensen die in Engeland, die donkeren, die gestudeerd hebben, die spreken Engels. Ja. En wanneer het terugkomt, dan worden die krijgen de bijnaam van, oh, one of them. Dus, oh, deze is ook een die met z'n accent hier komt. Ja? Ja. Men noemt ze one of them. Ja? Ja. Die hebben hetzelfde probleem. Dus dat ding is een helemaal ding. Ja? Ja, dat is mijn opmerking. Oké, dankjewel. Oké. Nou, ja, inderdaad. Kijk, op zich zeg ik begrijp het een beetje, maar daarom is dat leiderschap zo belangrijk. De politieke leiders moeten op televisie, in de media, het voorbeeld geven hoe het moet. Hoe je je moet opstellen tegenover je eigen mensen uit het buitenland. Weet je, dus kortom, natuurlijk, mensen zijn zoals ze zijn. Hè? Voorkeuren en, maar de leiders in een land moeten de bevolking leiden en begeleiden. En daar ontbreekt het aan in Suriname. Helaas. Daar ontbreekt het aan. Op dit moment hebben we niemand aan de telefoon. Helaas, inderdaad, Iwan. Want Iwan, maar weet je, Iwan, wat ik dus niet begrijp is, als die witte ingenieur, landbouwdeskundige, noem maar op, uit Europa, als die komt in Suriname, Iwan, moet je kijken, ja meneer, iedereen. En als je eigen mensen met dezelfde opleiding in Suriname komt, ik denk dat alles. Ja. Is een mentaliteit, de leiding moet dit leiden en begeleiden. Dit kan dus niet. Nee. Jan, goedemorgen. Ja. Ja, goedemorgen, meneer Venlo. Morning, Jan. Venlo Owen. Ja. Je hebt het over sport. Ja. En diaspora. Ja. Sport valt niet onder bevoegdheid. Voetbal niet onder bevoegdheid van de regering. SVB is een zelfstandige organisatie. Clarence Seedorf heeft problemen gehad met het toenmalige bestuur. Ja. Dat hij een stadion heeft gebouwd. Hij wilde geld investeren in SVB. Maar hij wilde twee bestuurders in SVB. En daar is het geketst. Dus het is geen overheidsbesluit geweest. Wat betreft diaspora, ja, diaspora moet zich ondergeschikt maken aan de leidende politieke cultuur in Suriname. Daar botst het. Je kan niet als individu daar gaan en van hieruit roepen, we willen diaspora beleid. Dat moet bij de partijen, kenniscentrum, als Japin en noem maar op. Daar moeten ze proberen de discussie op te pakken. En wat het laatste, meneer Hans Breedveld heeft het een paar maanden gezegd, deze grondwet en kieswet laat geen, kabinet, zakenkabinet. Nee. Dus het voorstel van jou, voorstel van jouw zakenkabinet kan niet op basis van die kieswet en die grondwet. Dus het is water naar zee dragen als je elke week dat roept. Ja. Oké. Okay. Okay. Nou, Jan, dankjewel. Dankjewel, Jan. Bye bye. De SVB is geen regeringsorgaan. A,
alles valt onder de regering. Alles valt onder een minister. Dus dat is een misvatting, Brada Jan. We hebben een minister van sport in Suriname. Ja? En als er in de sportsector iets niet goed gaat, mag je de minister, moet je de minister daarop aanspreken. Dat moet dan het parlement doen, maar ook de burgers. Twee, diaspora-beleid ondergeschikt maken je opstelling aan daar. Maar daar gaat het niet om ondergeschikt of niet. Het gaat erom, is daar beleid, is men in Suriname beleid op papier gezet, diaspora-beleid, waar de faciliteiten staan beschreven. Wij bieden aan onze expertise. Wat biedt Suriname ons? In een samenleving gaat het altijd om vraag en aanbod. Als Suriname niets biedt, op papier, dan gaan we niet komen. Twee. Drie. Zakenkabinet staat niet in de grondwet. Zakenkabinet staat in geen enkele grondwet. Maar er zijn de afgelopen 30, 40 jaar toch zakenkabinetten in de wereld geformeerd. Zakenkabinet is een kabinet dat gegeven de moeilijke situatie in een land partijpolitieke figuren er niet meer uitkomen. Dan moet je deskundigen hebben met een enige afstand tot de politiek. En zeker in een land, een ontwikkelingsland zoals Suriname, Suriname komt er zo niet meer uit. Okay. En de vraag is, familievriendenregering gaat er ook niet uitkomen, de huidige regering. En dan is de vraag, ga je op dezelfde manier door, dan komt het na de verkiezingen hetzelfde soort slappe hap kabinet. En daarom mijn conclusie, Suriname heeft een zakenkabinet nodig. En daar hoeft de grondwet dat niet te mogelijk te maken. De grondwet verbiedt het ook niet. Dus als je zegt het maakt het niet mogelijk, oké, maar dat geen enkele grondwet staat zakenkabinet. Ja, maar het verbiedt het ook niet. Nee. En als staatsrechtjurist moet je echt van mij aannemen dat een zakenkabinet in de politieke praktijk heel vaak de enige manier is om uit de problemen te komen. Ik heb meneer Fonseca aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Bosse en meneer Owen. Goedemorgen met meneer. Goedemorgen meneer Fonseca. Ja, ik groet. Meneer Owen. Ja. Eerst ben ik aan jouw zijde. Ja. Wat je pleit over Suriname qua ontwikkeling. Mm-hmm. En steeds heb je het over Singapore. Ja, precies. Ik ben vaak in Singapore. Oké. Okay. Het wordt Singapore genoemd. Kijk, Suriname is een, zeg maar, een landbouwland. Hè. Dat is de kolonisten, waar wij afhankelijk van de kolonisten die plantages. Hè. Ja. Singapore is opgebouwd door handel. Ja. En Singapore is opgebouwd door handel. Als je in Singapore gaat, heb je veel winkelcentrums en havens. Uh-huh. Ze hebben hun haven aangepakt, zeehaven, luchthaven hebben ze aangepakt. Ze hebben alles gemoderniseerd. Ja. Overal in Singapore hebben ze grote mall, grote winkelcentrum. Uh-huh. Ze hebben hun infrastructuur flink aangepakt. Als je naar dingen gaat, Chinatown, Selegie, Geelang. Uh-huh. Als je in een shopping instapt, alles wat je koopt is tax-free. Mm-hmm. Dus Singapore is vooruitgekomen met handel. Juist. Betrekkingen, handelsbetrekkingen in de internationale wereld. Ja. En ze hebben alles gemoderniseerd. Maar mm-hmm. ik ben aan je zijde, in Suriname hebben we een gebrek aan ontwikkeling. Juist. We hebben geen goede infrastructuur. Ja. We hebben geen goede havenbouw. Mm-hmm. Geen goede vlieghaven. Ja. Onze vlieghaven is ouderwets. Ja. Ik ga naar een kleine eiland in Indonesië. Je hebt een slurf. Ja. Als je uitstapt, heb je een slurf waar je wordt opgevangen. Ja, precies. Suriname is nog ouderwets. Je zakt naar beneden. Met ja. De trap. Als het regent of zon, het is ook geen goede reclame voor Suriname. Precies, eerste indruk. En wij hebben nodig in Suriname landbouw, meneer Owen. Yes. Laat de luisteraars goed luisteren. Ja. Wij moeten een oplossing zoeken in Suriname. We hebben landbouw nodig in Suriname. Onze land is vruchtbaar. Yes. Wat moeten we doen? Wij moeten onze jongeren sturen naar het buitenland om de landbouwtechniek te beheren en kennis van hebben.
Juist. En de regering van Suriname, ze moeten een beleid introduceren als men gaat studeren in het buitenland. Ja. Overal waar de Surinamers zijn, ze moeten die mensen automatisch ontvangen in Suriname. Het moet eeuwigdurend zijn. Precies. Zolang dat niet allemaal gebeurt in Suriname, zijn we nergens. Oké. Okay. Meneer Owen, ik woon in Indonesië. Ik praat met die, burgemeester in Indonesië. Ik ben in Bandung en daar heb ik een Javaanse grote organisatie, daar zo noemen we het Rukun. En men pakt alles aan. Dus al die dorpelingen die pakken alles aan. Oké. Okay. Ja. Ze pakken de wegen aan, ze pakken alles aan. Dus als wij dat aan het doen in Suriname, onze land, wij moeten zelf opvoering brengen. Als we geen opvoering brengen, gaan we nergens. Meneer Owen, deze dingen moet je naar voren brengen, meneer Owen. Oké, moet gewoon jezelf vormen en samenwerken. Oké, okay, precies. Oké, okay. Geweldig. Als je in het buitenland ziet, en ik breng het over aan jullie, en dat is een zicht. Wat jullie verder kunnen werken. Ja. Voorbeeld moeten we hebben aan het buitenland. We gaan echt afronden, meneer Fonseca. Ja, meneer Bosse. Ja, want het is een programma om vragen te stellen. Oké, meneer Fonseca, bedankt voor de suggestie. Ja, hi Iwan. Je hebt een... Ja, ik vraag... Ik pak van mijn hart. Reactie. Een pak van mijn hart. Die meneer zegt precies waar we de afgelopen uur over gehad hebben. Alles wat uit het buitenland komt is belangrijk. En het meest belangrijke is wat uit het buitenland komt van je eigen mensen. En dat besef moeten politieke leiders in Suriname de bevolking bijbrengen door dat te praktiseren, zelf te doen als leiders. Maar dat doen we niet. En dan zie ik meneer Santokki in Dubai. Een ontmoeting heeft hij met Clarence Seedorf, die in Dubai is voor zaken. Dan denk ik bij mezelf, Santokki, niet als persoon Santokki, maar als politieke leider van Suriname. Fight door zo, jongen. Ja, kijk wat je met Seedorf gedaan hebt als Suriname, een paar jaar geleden. Nou, wat moet je met Dubai? Is hij investeringen met andere investeerders? En dan komt die Surinaamse stand groeten. Dan ben je de Suriname, dan ben je toch fout bezig. Dus meneer Fonseca, echt een geluid uit mijn hart. Zonder diaspora-beleid, diaspora-beleidsplan, is Suriname verloren. Absoluut. Ja, Iwan. Dus kortom. Meneer Beulensman, bent u er? Ja, ik ben er. Gaat u gang. Brada. Ja. Ik ben het eens met Jan Ramsey doen, maar ik ben het ook eens met jou over de diaspora. Maar één ding kan ik zeggen, je gaat praten dat je naar ons weet, maar het gaat niet gebeuren. Jammer. Oké. Okay. Ja. Was dat het? Jammer. Dat was het, ja. Oké, okay, dank u wel. En ik begrijp dat meneer Beurlesson dat zegt. En waarom ik het blijf zeggen is, omdat ik dus de afgelopen 45 jaar hetzelfde zei, en niet Aaron, niet Venetiaan, de enige die positief reageren waren te kringen van de VHP. Dat heeft Santokki aangegrepen voor de verkiezing om te winnen, en na de verkiezingen doet hij het niet. Dus kortom, daar zijn we aangekomen op het belangrijke punt. En mijn stelligheid is wat ik net zei, Iwan, luisteraars. Ik heb met Marokkanen en Turken in Nederland, heb ik ze geholpen om zoveel dingen te doen met hun landen. Geweldig! In Hoofddorp heb ik de Marokkanen mij geholpen om een moskee in Hoofddorp te realiseren. Geweldig! Belangstelling, geweldig. Okay. Brada Taikusi in Amsterdam is al, ik denk al 30 of 40 jaar bezig met de Winti-tempel. Het komt niet van de grond. Nee. Omdat er geen diaspora-beleid is in Suriname. Ja, maar goed, maar het moet Winti-tempel, dat gaat om in Nederland, maar je hebt het over Suriname. Ja, in Nederland. Oké. Okay. Maar de Marokkanen heb ik geholpen met de moskee. Ja, maar dat is het verschil natuurlijk. Even kijken, Dennis, kort.
Ja, ik heb nog één vraag voor meneer Owen. Ja, brada. Aan de vooravond van herdenking aan de revolutie, in Suriname, zal de ex-president vandaag een statement maken door een bezoek te brengen aan Paramaribo. Ja. Is het een, zeg maar, is het een signaal naar de huidige regering om het beleid te buigen? Is het een meeting? Dus kijken wat er vanaf vandaag tot en met zaterdag komt. Want zaterdag is er een grote massameeting in OCR. Ja. Mocht het storm lopen, is het dan een teken dat deze regering wankelend zou zijn? Ja, ik denk het wel. Was dat het, Dennis? Ik zeg, mocht het storm lopen, het publiek massaal komt naar OCR, of vandaag massaal de leider van de NDP zal volgen op de markt waar hij een bezoek zal brengen. Dat er bijna geen doorgang is. Maar dat betekent zijn dat deze huidige regering in Suriname wankelend is. Oké. Okay. Duidelijk, helder. Hey, dankjewel. Ik denk het wel. Ik denk dat het wankelend is misschien een beetje sterk uitgedrukt. Maar ik denk dat het wel een signaal zal zijn voor deze regering. Dat het echt op een andere manier moet gaan regeren. Willen ze de sympathie van de bevolking niet helemaal kwijtraken. Het enige wat ik hoop, en dat is mijn persoonlijke mening, ik hoop dat wij Surinamers in Suriname in staat zijn om de meningsverschillen politiek te scheiden van de personen. Als Santoki het niet goed doet, dan moet er een andere regering komen na verkiezingen. Maar in alle gevallen geldt, wat ik net uitgelegd heb, het zal, ook als het NDP-regering wordt, een zakenkabinet moeten worden waarbij de eisen aan de ministers te stellen van tevoren, dus voor de verkiezingen, moeten worden opgesteld. Zakenkabinet, toppers als ministers, ook als er een NDP-kabinet komt. Dus mijn advies, naar aanleiding van de opmerking, is: gebruik de tijd nu, Surinamers in Suriname, om te eisen dat er een zakenkabinet komt. Ja. Dan heb je meer aan dan de oude manier van wel eens niet. En ik hoop dat het een vreedzame, sympathieke bijeenkomst wordt. Ja. Wij moeten in Suriname af van politieke verschillen, ook persoonlijke verschillen. Ja, ik had nog twee mensen aan de lijn. Eentje heeft, ik zei dat ik geen tijd meer had, maar die gooi je snel de horen weer op de haak. Sorry. Oh. Maar ik had hem waarschijnlijk toch nog heel eventjes. Ik heb weinig tijd inderdaad, een minuutje nog. Maar ik had Talita volgens mij aan de telefoon. Goedemorgen, Talita. Goedemorgen, meneer Owen en Iwan. Dag, Nigudu. Ja, goedemorgen. Je had het over die Winti-tempel, hè? Ja. En dan vraag ik me af, want voordat wij als kerk zijn begonnen, hebben we vooraf in gebouwen gezeten. Ja. Hoe komen deze mensen bij elkaar? Je kan maar zeggen van je wil een gebouw hebben, maar die mensen zijn er niet ervoor. Of ze zijn er wel, maar ze vormen niet de eenheid. Nee, precies. En de laatste vraag is van, wanneer nodigen jullie de ambassadeur van Suriname uit? Oh ja. Ja, dat... We zijn er mee bezig, maar... Ik ben luisteren. Ja, dank u wel. Oké. Nou, wat betreft de kerk, kijk, het moment waarop er diaspora-beleid is, Talita, ik heb het ook vaker bij Talita over gehad, dan betekent het dat wij iets hebben, heel veel hebben, aan de ambassadeur van ons in Den Haag. Ik ben terugkeren bij ambassadeurs en diplomaten Marokko-Turkije geweest voor dezelfde dingen. En bij de Marokkanen en Turken gebeurt het heel snel, dan zie je resultaat in 80% van de problemen, zie je oplossingen. En bij de Surinamers 100% van de problemen, geen oplossingen. Dus kortom, saamhorigheid is heel belangrijk voor de kerken om hun voorzieningen te krijgen. En als we die niet hebben in het kader van diaspora-beleid, moeten we dat zelf creëren hier. Maar het is tweede keus, inderdaad. Ik wil heel hartelijk dank zeggen, Owen. Abu Iwan, graag gedaan. Met zo lang bij ons was. En tot de volgende keer. Oké, braza voor de luisteraars. Bye bye. Bye bye, Owen.